Zeg eens hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, Jules, wie is er hier? Oh, dag Jules. De Mimi's. Dag Jules. Alle twee Mimi's, zeg. Ja, de Mimi's zijn hier. Oh, maar ja. Mimi en Mimi. Ja. Ja, nog zitten jij hier helemaal alleen hier aan het spelen. Ja, maar zullen ze een hele brave, hè, mama? Ja. Dat is een hele flinke, die kan alleen spelen. Ja. Hè? En dat komt ons wel entertainen. Ja, dat ja. Deurtje dicht. Huh? Moet met mij afmatten, hè, mama? Ja. Huh? Dat is een spelen, ja. Hè? Ja, ja. Maar kwam ons voor Mimi Gin te zien, hè? Ja, dat is lang geleden. Dat was lang geleden, hè, Jules? Dat is leuk, hè? Die had weer samen. We hebben elkaar niet gezien met nieuwjaar. Nee. Gelukkig nieuwjaar moet je dan zeggen, hè? Ja, dat is allemaal een klas. Dat is allemaal een klas. Ik heb mijn polsje niet vaststellen. De Mimi's. Die zijn weer terug naar huis. Ja, mijn mama die was eigenlijk ook al sneller ook al terug naar huis. De mama van Jeno heeft dus de rest van de dag nog op onze Jules nog aan het oppassen geweest. En dat denk ik dat ze Jules ook wel leuk vond, dus zijn beide Mimi's. Hé, hey, heb je daar nog een stukje pasta? Dankjewel. Dank je. Lekker hoor. Een stukje pasta. We hebben net dus nog net eigenlijk pasta nog gegeten. En eventjes nog wat aan het genieten van onze avond. Ik moet zeggen, ik heb het daarnet met Jenne ook eventjes ook al eigenlijk besproken. En het is wel de laatste tijd overdreven druk. Trouwens, Jenne die zit hier. Kijk eens, daar! Het is de laatste tijd echt overdreven druk in ons koffiehuisje. En dat zorgt er eigenlijk wel voor dat we geen moment eventjes bijna stilvallen met alles wat we aan het doen zijn. En dan, ja, dat is toch wel best wel eigenlijk heavy. Ook ja, als het heel druk is, is er ook heel veel afwas. Zowel in de bar als in de keuken meestal. En dat zijn we echt bijna constant, de hele dag daarmee eigenlijk bezig. Maar anderzijds is het ook wel heel erg fijn natuurlijk. Want als koffiehuisje heel goed draait, dat is ook wel heel leuk natuurlijk. Maar ja, nu zijn we eigenlijk aan het klagen omdat het te druk is. Of ja, ben ik eigenlijk aan het klagen omdat het te druk is. Dat is misschien niet zo... Niet zo echt eigenlijk correct, want we genieten daar ook wel van, we zijn heel erg blij mee, we hebben dat ook natuurlijk ook wel eigenlijk opgebouwd. En voor hetzelfde geld is het binnenkort weer wat terug rustiger, dat kan natuurlijk ook, want de zomer komt er weer aan en dat is weer helemaal iets anders natuurlijk. En plus ook, de ene week is dus ook eigenlijk de andere week niet, op een moment kan het heel druk zijn en de week daarop kan er weer bijna gewoon niemand meer zijn. Dus. Maar nu is het echt al zo'n paar weken echt super druk, gezellig druk. En het is ook wel zo gewoon leuk dat mensen echt ook ons ook wel echt wel beginnen te ontdekken voor het glutenvrije, voor het vegan. Onze tost avocado wordt ook heel vaak genomen. En ook voor onze speelhoek. Want onze speelhoek die is ook wel heel erg ruim geworden sinds we onze Jules hebben. En we merken echt dat er heel veel mensen speciaal voor onze speelhoek komen. Maar dat is ook wel leuk. Dus ben ik wel heel erg eigenlijk trots op. Liefjes, ik ben trots op ons. Ik ook, ja. Ja, maar het is hier donker waar jullie zitten. Ik ga een beetje licht aandoen. Zie zo. Wow, niet het juiste licht. Zo, dat is al beter. Ik moet ik ben echt eigenlijk trots op ons. Daar straks was heel onze zaak bakske vol. En kwam ik eens even zo kijken in de zaak. En dan keek ik. En dan besefte ik echt van, wow, die mensen komen voor ons door iets dat wij gecreëerd eigenlijk. Dat is toch iets anders dan naar een filmpje kijken. Hè? Naar een filmpje, oh, kijk, dan kun je kunt het eigenlijk thuis allemaal bekijken. Maar hier komen de mensen eigenlijk echt naar hier om te komen kijken. Allee, te komen ontbijten, die komen niet voor ons, hè. Maar, ja, om te komen ontbijten of komen lunchen of iets drinken. Of onrechtstreeks of... komen die eigenlijk wel voor ons, hè. Die komen voor onze creaties, hè. En ja, om en ook een beetje te genieten. Eigenlijk natuurlijk ook. En onze grootste creatie is natuurlijk ja, GOT zelf. Hè. Geen mes. Jules, geen mes onder de zes. Maar hadden wij inderdaad niet op onze tafel moeten laten slingeren. Inderdaad, dat eigenlijk die mensen komen ja, voor dingen. Maar anderzijds, nu doe je zo'n beetje wat minachtend precies over de mensen die onze vlog kijken. Ik denk zo een beetje zo. Nee, maar het is gewoon makkelijker om naar de vlog te kijken. Maar dat is al niet te min. Moet je ook je tijd nemen om naar ons te kijken. Dus dat snap ik ook wel, dat respecteer ik ook. Nee. Dus op alle vlakken respect. Veel liefde. Zeker wel. Ja. Het is alleen, en ik heb dat net ook gezegd, het is alleen zo dat in de zaak is het gewoon. Als het te druk is, is het niet goed.
Want dan is het te druk. Dan heb je heel veel werk en dan is het heel druk. En dan is het moeilijk om alles onder controle te houden. Nee, nee, nee. Pas op. Heel voorzichtig. Je moet niet alles afpakken, hè. Dus als het te druk is, dan is er gewoon heel veel werk. En dan is het heel moeilijk om, ja, om rustig te blijven, om alles onder controle te houden. En er komen dan soms nog vragen nog een keer bovenop. Of zaken die gebeuren. En een keer stoot er iemand een glas omver of er valt iets. Allee, ja, de plon is uitgevallen dat was, vandaag. Daar straks, dat is gelijk 3-4 jaar geleden. Dat was inderdaad lang geleden. Maar kijk, voilà, zo'n dingen gebeuren allemaal. En dan moet je dat allemaal als een goede kapitein zorgen dat je schip blijft verder varen. En dat is niet altijd makkelijk. Er zijn soms ijsbergen op de baan. En dan moet je zorgen dat hij niet zinkt. Hè. Dat je de hond vaart in plaats van je tegenvaart. Ja. Inderdaad. En dat is tot nu toe altijd wel goed gelukt. Maar het is niet altijd even makkelijk. En vroeger was het moeilijker dan nu. Nu hebben we dat schip, om het zo een schip te noemen, al wat beter onder controle. Maar kijk, dan maken we ons al een beetje stresseren. Stress zie je over, ja, mensen willen weer terug op terras gaan zitten. Dan moeten we het terras weer in orde brengen. En dan kijk ik naar buiten, dan zie ik dat terras. En dan denk ik, oh, er moeten ook zoveel bloemetjes geplant worden. Nog gesnoeid worden. Dat terras moet ook afgespiet worden. Allee, ja. Want op het ene moment lijkt het alsof dat het winter is in België en sneeuwt het. En op het andere moment is het 18 graden, zoals gisteren en vandaag. De zon komt er weer goed door. Maar dat mag, hè. En onze planten beginnen ook weer terug goed te leven en te bloemen te krijgen. En, Dus maar, om het nog een keer, te zeggen, het is nooit goed. Als het te druk is, dan is het te druk en dan is het niet goed, want dan is het te veel werk. Is het te rustig, dan is het ook niet goed, want dan heb je geen werk. En dan, dan kun je alleen maar beginnen nadenken van, wat doen we verkeerd? En al wat ertussen zit, dat heb je meestal niet door. Hè. Het is ook meestal zo niet in de horeca. Het is ofwel alles of niets. Ja, maar ik denk dat je eigenlijk bijna ook wel kunt doortrekken in heel veel jobs. Ja, van vaak is het ofwel staan te weinig werk, ofwel het heel veel werk. Dus eigenlijk zo de goede regelmaat bij, denk ik, weinig jobs ga je dat hebben. Dat is heel weinig, hè. Dus, Maar ja, dat is zo, hè. En dan is het gewoon zo, dan moet je dat even een keer kunnen reflecteren, een keer even kunnen uitblazen. En eigenlijk is dat verkeerd, hè. Want eigenlijk, als je dat goed bedenkt, zou je net moeten kunnen genieten van die drukke momenten, want dat wil zeggen dat het goed gaat, dat er veel verteerd wordt, dat er... Ons weten te vinden in ons geval. Moeten daar niet aan ons wel doen. Een volle zaak, die zorgt ervoor dat we ook wel een volle rekening hebben en dat we onze facturen kunnen gemakkelijk betalen en dat we nog wat overschieten over hebben op het einde van de maand. Om het zo simpel uit te leggen. Hè. Ja. Dus eigenlijk zouden we daarvoor moeten kunnen genieten van een volle zaak. Dat zijn goede zaken en we kunnen het verder, maar op de een of andere manier lukt dat niet. Nee. En ik ga dat proberen op in te zetten, een beetje meer te proberen te genieten. Maar dat is ik zeg je dat soms, hè. Als je zo achter onze toog staat, dan zeg ik van, kijk, nu is al die mensen die komen voor ons, voor onze creaties, voor hetgeen wat wij hebben neergezet. Ja. En ik besef dat wel, ik vind dat wel leuk. Ah, zijn bomen, ze zijn omvergevallen. Kijk, we gaan nog even het boomhuis van Jules repareren, want dat mogen we ook niet uit het oog verliezen, dat we ook nog een fantastische zoon hebben. Ja. En die heeft enorm zich vermaakt en gespeeld met Mimi, neem ik aan. De Mimi zelfs, kijk, het was een leuke dag. Voor hem. De batterijtjes zijn plat. Allee, vooruit. Kijk, nog een jobje voor papa. Het zal niet vanmorgen zijn, want morgen hebben we dus terug een hele volle zaak. En dat vind ik ook heel jammer, want eigenlijk hebben wij voor morgen heel veel mensen moeten zeggen van sorry, we zitten vol zet. En dat vind ik wel jammer, want ik haat dat om mensen niet te moeten zeggen dat we vol zet zitten. En anderzijds, daarmee zeg ik ook wel heel vaak van reserveer. Maar dan reserveren ze. Maar zit het nog vol zet, dus dan zit je nog aan je limiet. Ah, vind ik ook we zullen het huis hiernaast staan kopen. Nee. Kunnen we een muur uitbreken? Dan kunnen we het gewoon niet meer aan, om eerlijk te zijn. Dus het is dus ook wel eigenlijk goed, maar toch vind ik het wel jammer. Nou ja, exact. Ja. Koop het er hiernaast nog op en dan breken we uit. Dan breiden we uit. Hè. Nee. Maar toch. Ja, morgen is het trouwens vaderdag. Is het Antwerps of is het officieel? Ik denk Antwerpse. Ja? Is het officieel? Ik weet het niet. Geen idee. In ieder geval, we hebben wel een klein cadeautje voor jou. Een superklein cadeautje. Ja, maar we hebben het al laten zien in de vlog. Nee, we hebben nog een ander cadeautje voor jou. Maar... Ja. Ah, ik weet van niks. Jules heeft dat gezegd tegen mij, ik moest iets regelen, maar jij zo'n goede papa bent. Allee dan. Ben benieuwd. Wat het is, dat zie je morgen in de video. Tot morgen!